dat punt is de interpellatie van de heer Sintobin geagendeerd omtrent de blijvende onzekerheid voor landbouwers omtrent de impact van de instandhoudingsdoelstellingen. Collega Sintobin, graag aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de minister, ik weet niet, ik hoop althans dat u een goede eindejaarsperiode hebt doorgemaakt met uw gezin, maar ik weet in ieder geval aan de hand van het aantal mails dat ik gekregen heb in de eindejaarsperiode en wellicht ook een aantal collega's van landbouwers die eigenlijk een smeekbede richten tot ons van wat gebeurt daar allemaal in Brussel. Die mensen hebben een kille kerstperiode meegemaakt. Die hebben een kille kerstperiode meegemaakt omwille van de onzekerheid over het voortbestaan van hun bedrijf. Omwille van de onzekerheid, omwille van het inkomen van hun gezin. En dat moet enorm zwaar gewogen hebben op die mensen en hun familie. Wij hebben nogthans, en ik ga de discussie en het debat dat we uitgebreid gevoerd hebben in de commissie bij de hoorzitting over de IHD's en ook in plenaire bij de bespreking van de beleidsnota's niet overdoen. Ik denk dat alle collega's die het dossier volgen weten waarover het gaat. Wij hebben inderdaad kunnen vaststellen dat er heel wat verkeerd gelopen is met de communicatie in aanloop naar deze hoorzitting. Het lijkt nu misschien wel een detail, maar ik blijf het herhalen. Plotseling, zonder enige voorkennis, zonder enig persoonlijk contact, een brief in uw bus krijgen om te zeggen van uw bedrijf zal binnen x aantal jaren niet meer bestaan. Zelfs ondanks het feit dat u de afgelopen jaren een aantal financiële inspanningen hebt gedaan, want ik heb vernomen dat er zelfs een aantal bedrijven een rode brief hebben gekregen die vorig jaar nog een nieuwe vergunning hebben ontvangen. Dus de communicatie was in ieder geval slecht. Daar zijn we het allemaal over eens, dacht ik. Ik denk dat u dat ook hebt toegegeven. Twee, die hoorzitting had ook de bedoeling, en iedereen zal zich ongetwijfeld herinneren, dat er, als ik dat mag zeggen, een massale opkomst was van de getroffen landbouwers, zowel in de commissiezaal als in andere commissiezalen. En wellicht ook door vele landbouwers gevolgd werd via het internet. En toen werden door alle partijen, ook de meerderheidspartijen, maar ook door u, een aantal beloftes gedaan. Er werd beloofd, want de hele kwestie was, hoe zit het nu met het flankerend beleid? Welke middelen staan daar nu tegenover? Hoe kunnen we de getroffen landbouwers rechtszekerheid bieden? En er werd beloofd dat binnen de schoot van de Vlaamse regering er in december een inrichtingsnota zou worden voorgelegd en dat de Vlaamse regering een akkoord zou sluiten over onder andere het flankerend beleid, de rechtszekerheid en de middelen. En groot was onze verbazing en bij de landbouwers of de getroffen landbouwers de woede toen, en ook bij de landbouworganisaties, het ongenoegen over het feit dat er geen overeenkomst werd bereikt blijkbaar, dat er geen beslissing werd genomen en dat alles op de lange baan werd geschoven. Als er nu één dossier is wat niet op de lange baan moet geschoven worden, is het toch wel dit, waar eigenlijk het bestaan van bedrijven, het inkomen van gezinnen op het spel staat. Ik denk dat die mensen recht hebben op een antwoord, een duidelijk antwoord, en dat die mensen niet het slachtoffer moeten worden van politieke spelletjes. Het is zelfs zodanig ver gekomen dat zowel een aanslag. Ja, ik ook. In de afgelopen 30 jaar heb ik inderdaad al heel wat erger meegemaakt. Maar dat zowel ABS als ook de Boerenbond, die toch een beetje geleerd is aan uw partij, besloten hebben uit onvrede om uit het overleg te stappen, uit de overlegprocessen te stappen en eigenlijk pas terug te gaan deelnemen aan het overleg als er toch wat meer, als er een akkoord wordt bereikt binnen de schoot van de Vlaamse regering. U kunt in mijn interpellatie, en u heeft het ongetwijfeld gelezen, en ook de collega's, ik heb u ook een citaat gebracht uit de notulen van de hoorzitting, waar u een aantal beloftes doet. De notulen van de beleidsnota waren op het moment van mijn interpellatie nog niet beschikbaar, maar ook daar
werden beloftes gedaan. U hebt vorige week, dacht ik, zelf een getroffen bedrijf bezocht in Oost-Vlaanderen, waar u de problematiek, het zal er nog een keer natuurlijk, de problematiek onderschrijft. En waar, ik was er niet bij, maar waar u ongetwijfeld aan de getroffen landbouwer zal gezegd hebben dat u voor een oplossing zal zorgen. Dus mijn vragen zijn een beetje algemeen van aard, maar niettemin ter zake. Waarom, hoe komt het, want daarover heb ik eigenlijk niet veel teruggevonden, hoe komt het dat er in december geen overeenkomst werd bereikt binnen de schoot van de Vlaamse regering? Wat was de oorzaak daarvan, of meer nog, wie was daar de oorzaak van? Zijn er wel resultaten bereikt of geen resultaten bereikt? Volgens de landbouworganisaties alvast niet. Hoe hebt u dit gecommuniceerd? Want de communicatie in dit dossier is van in het begin mank gelopen. Blijkbaar hebben die dat opnieuw moeten via de organisatie, de landbouworganisaties of de pers vernemen. In feite is dat maar een kleine vraag binnen het ganse kader. De belangrijkste vraag is, hoe moet het nu verder? Wanneer in godsnaam gaan de mensen rechtszekerheid krijgen? Wanneer stoppen de politieke spelletjes rond dit dossier? Wanneer stopt het met beloftes te maken die niet worden nagekomen? Wanneer komt de rechtszekerheid? Wanneer weten we hoe het zit met het flankerend beleid? Wanneer is er een zicht, of wanneer komt er een zicht op de middelen die hier worden ter beschikking gesteld? Kortom, wanneer weten de getroffen landbouwers hoe hun toekomst de komende jaren er zal uitzien? Tot daar, voorzitter, mijn vraag. Dank u wel, collega Sintobin. Zijn er collega's die zich wensen aan te sluiten? Collega Sanctorum, collega Van Dalen, collega Seyssens, collega Peters, collega Sanctorum. Ja, ik zal de spits afbijten. Dank u, mevrouw de voorzitter. Ja, ik ben het inhoudelijk absoluut niet eens met mijn collega die de interpellatie heeft ingediend, maar ik ben het wel eens met het feit dat zo'n brief, dat moet inderdaad daar het aankomen. Hè. Dat zal heel moeilijk zijn voor de gezinnen. En er is natuurlijk een grote verantwoordelijkheid bij de overheid, net omwille van het feit, en dat haalt de Boerenbond ook aan, dat er soms recente vergunningen zijn, investeringssteun werd verleend. En als je dan plots het bericht krijgt, of een oranje of rode brief krijgt, dat staat haaks op elkaar. Dus ik begrijp voor een stuk wel dat onbegrip. En twee, ik denk dat het ook van belang is voor iedereen, welk standpunt ook wordt aangehouden, dat er snel duidelijkheid komt. Dus ik ben ook benieuwd naar de uitleg waarom er eind december geen inrichtingsnota uiteindelijk op tafel lag. Ik betreur wel, collega's, dat de Boerenbond het overleg, dat de Boerenbond uit het overleg is gestapt, want ik herinner mij ook nog dat toen Natuurpunt en de Bond Beter Leefmilieu uit een overleg stapten, dan was dat zeer onverantwoord en onverantwoordelijk en zo meer. Terwijl als dit nu vanuit de landbouwersorganisatie gebeurt, dan wordt dat aanzien als een noodkreet. Allee, ik begrijp hun standpunt wel, maar het is een beetje twee maten en twee gewichten. Als we hier wel begrip voor zouden hebben en voor de eerdere acties vanuit de milieubewegingen, dan geen begrip. Wat ik ook betreur, en dat is een tweede zaak dat ik wil aanhalen, dat is dat er soms politiek ook met twee maten en twee gewichten wordt gespeeld. Dus mevrouw de minister, ik twijfel er niet aan dat u tot een uitkomst wil komen als verantwoordelijke minister, maar ik zie bijvoorbeeld ook dat een partijgenoot van u, een provincieraadslid uit West-Vlaanderen, dat die ongelooflijk opruiende taal eigenlijk gebruikt in dit dossier. Ik wil even wel iets citeren uit een persbericht van de persoon in kwestie. Hij zegt: door het lobbywerk van de natuurfantasten zetten ze via de Europese groene administratie de overheid onder druk en zijn de landbouwers de dupe. De Vlaamse overheid belooft een passende vergoeding, maar met hun besparingen is een potje veel te klein om de getroffen landbouwers te vergoeden. Dus aan de ene kant
maakt hij natuurlijk wel een zeer scherpe analyse die u denk ik niet deelt. En twee, hij legt ook een grote verantwoordelijkheid bij de overheid, maar dan bij zijn eigen partij, die uiteindelijk het beleid uitstippelt in deze materie. Goed, dat zijn twee zaken die ik wil bemerken, maar ik kijk uit naar uw antwoord wat de reden is dat de inrichtingsnota dus inderdaad nog niet is gepasseerd. Collega Van Dalen. Dank u, voorzitter. Collega's, ook de N-VA heeft natuurlijk begrip voor de bezorgdheid bij de landbouwers, hebben we het ook al gezegd tijdens de hoorzitting. Ook wij willen concrete en efficiënte maatregelen vooral om hen te helpen. En daarbij moet best rekening gehouden worden ook met de specifieke situatie bedrijf per bedrijf, dat we daar echt maatwerk kunnen leveren. Nu, om te weten welke bedrijven uiteindelijk getroffen worden, want dat is ook al gezegd eerder, de lijsten zijn nog niet helemaal waterdicht, hè, de lijsten die we nu hebben met rode en oranje. Om te weten welke bedrijven uiteindelijk getroffen worden, moeten de zoekzones eerst verkleind worden, denken wij. En moet er naast de ecologische toets ook een sociaal-economische toets komen. Die dingen zijn inderdaad ook in het vooruitzicht gesteld. En er hangt zelfs, als ik het goed heb, een timing aan vast. Maar wat we zeker niet mogen doen natuurlijk, is de ogen sluiten en niets doen. Want ja, als we geen milieumaatregelen nemen, dat weten we, dan dreigt er een vergunningenstop. Waar niet alleen uiteindelijk ook de landbouwsector het slachtoffer van is, maar ook andere bedrijven kunnen daar het slachtoffer van worden. Dus uiteraard pleiten ook wij voor voldoende en afdoende flankerend beleid, maar zonder uit het oog te verliezen dat dat inderdaad hand in hand moet gaan met de natuurmaatregelen waar het uiteindelijk om begonnen is, de instandhoudingsdoelstellingen. Het heeft geen zin om te investeren in een daling van de vervuilingsgraad als er dan geen inspanningen zijn en geen middelen zijn om die natuurdoelen ook te realiseren. Dus wij willen zeker ook, en ik denk dat de collega's dat ook willen, een voldoende budget voor die flankerende maatregelen. Maar wat ons betreft aan de hand van een concreet becijferd budget. En daar, collega Sint-Tobin, ben ik het niet helemaal met u eens. Als u de vlucht vooruit wil nemen, dat klinkt natuurlijk goed, zeker in de oren van de doelgroep. Maar holder de bolder te werk gaan, denken wij, is in dit geval niet zo verstandig. We hebben te maken met een bijzonder complex dossier, zoals zo vaak. Dat soort dossiers is ook dit bijzonder complex. Tal van vragen blijven onbeantwoord vandaag nog en we moeten die antwoorden eerst zoeken. En dan, zoals ik zei, efficiënte maatregelen naar voren schuiven, paniek zaaien. En dat is eigenlijk nu al bezig, kunnen we ook niet meer stoppen, maar dat is natuurlijk het slechtste wat kan gebeuren in zo'n dossier. Maar ik denk, mevrouw de minister, dat de landbouwers in elk geval het engagement hebben van deze Vlaamse regering, dat daar inderdaad hulp geboden zal worden waar nodig en op een efficiënte manier. Maar dat de specialisten eerst de tijd moeten krijgen om alles verder uit te werken. En wij hebben er in elk geval bij de N-VA alle vertrouwen in dat de minister in de schoot van de regering tot een gedragen inrichtingsnota zal komen. Dat is hier al genoemd, die inrichtingsnota, met flankerende maatregelen. Maar nu de vlucht vooruit nemen, denken wij, is niet goed. Dank u. Collega Seyssens. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de minister, ik wil meegeven dat ik het eens ben met de interpellant, met collega Sint-Tobin, dat er veel landbouwers geweest zijn in Vlaanderen die minder prettige feestdagen meegemaakt hebben. Ik denk dat aan de kersttafel op veel plaatsen de stemming inderdaad gedrukt zal geweest zijn en bij het overmaken van nieuwjaarswensen voor 2015 zal inderdaad bij veel landbouwgezinnen de vraag geweest zijn van ja, wat gaat 2015 en de verdere toekomst nu voor u brengen? Op dat vlak ben ik het helemaal eens. Waar ik het minder eens mee ben, en dat wil ik hier nogmaals herhalen, is het feit dat men hier contesteert dat die brieven verstuurd zijn. Dat men zegt van die brieven waren beter niet verstuurd, daar is een hoop paniek en ongerustheid mee gerezen. Wel, dat die landbouwers die een rode brief gekregen hebben of een oranje brief, dat daar op dit moment heel veel onzekerheid is en onduidelijkheid en ongerustheid en dat er veel emoties loskomen, daar ben ik het zeker en vast mee eens. Alleen is de vraag, wat is het alternatief?
En ik denk dat we rustig mogen zeggen, collega, als die brieven niet verstuurd waren, dat wij als overheid, als politici, als beleidsmaker, dat wij schuldig waren geweest door verzuim. Want dan was er inderdaad vandaag dat debat hier niet. Ik herinner mij hoe in het verleden eigenlijk op politiek niveau er redelijk weinig gesproken werd over instandhoudingsdoelstellingen, hoewel het op dat moment ook aan de orde was, hoewel dat we hier toen ook al daarover aan het spreken waren, hoewel er toen ook al op de kabinetsniveaus daarover onderhandeld werd, toen hoorde ik daar heel erg weinig rond. Concreet natuurlijk omdat deze technische discussie, dat we daar heel weinig zicht hadden over wie daardoor getroffen werd en dat de betrokkenen het op dat moment ook niet wisten. Dus het zal voor betrokkenen ongetwijfeld heel hard zijn. Ik heb dat zelf ook uit vele gesprekken mogen vaststellen. Maar wat zou het alternatief geweest zijn? Het alternatief zou geweest zijn dat al die bedrijven in de komende jaren tot 2032, dat zullen ongeveer de laatste zijn, dat die op dat moment geconfronteerd waren met een problematiek bij een hervergunning of bij een uitbreiding. En dat die op dat moment hun individuele strijd moesten voeren. En dat op dat moment misschien een keer een verontruste burgemeester wel eens in de tafel zou slaan en zou zeggen van kijk, het is toch een schande hier, de problematiek van dit bedrijf. Maar dat zou een bedrijf zijn dat op dat moment zijn individuele strijd zou moeten voeren. En op dat moment dan eigenlijk zou moeten gaan onderhandelen bijna met een overheid over een bedrijf dat op dat moment waardeloos is. Ik denk dat onze bedrijfsleiders duidelijkheid moeten hebben. En daarom blijf ik ook die beslissing mee verdedigen dat die brieven verstuurd moesten worden, hoe hard de realiteit dan ook is. Nu, ik moet zeggen, mevrouw de minister, ik was ook ontgoocheld dat er met de feestdagen geen inrichtingsnota was. Ik denk dat er veel tijd ingestoken is om een voorstel van uwentwege te formuleren. Ik hoop alleen niet dat collega Sintebun hier gelijk krijgt, die al meteen stelt dat het op de lange baan geschoven is, want dat heb ik niet begrepen. Ik ga er nog altijd van uit dat als er goede redenen zijn vooruit te stellen, er is geen realistisch mens die daar niet voor open staat. Maar dat het de bedoeling is om het op de lange baan te schuiven, dat hoop ik alleszins niet te mogen concluderen. Zeker en vast niet nadat ik ook de collega Van Dalen daarnet nog een keer heb horen vertellen dat ook zijn partij vindt dat we maatregelen moeten nemen om die landbouwers te ondersteunen. Mijn vraag is dan ook aan u, mevrouw de minister, van op welke termijn dat we die inrichtingsnota mogen verwachten. Collega Peters. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, collega's. Ik moet in eerste instantie ook zeggen dat ik een klein beetje mijn wenkbrauwen fronsen toen ik de heer Sintebun hier hoorde zeggen dat er allerlei politieke spelletjes worden gespeeld en dat alles, of dat het de bedoeling zou zijn, dat alles de lange baan moet opgeschoven worden en dat iedereen rustig blijft stilzitten. Ik denk dat dat alleszins niet uw bedoeling is, nog de bedoeling van eender wie die in de Vlaamse regering zit. In tegenstelling, we weten allemaal de onrust die er heerst op dit ogenblik bij de landbouwers. We weten allemaal dat daar dringend iets moet rond gedaan worden. Nu, natuurlijk, als men een timing aankondigt, u heeft destijds inderdaad tijdens de hoorzitting aangekondigd dat u voor het kerstreces trachtte om een inrichtingsnota klaar te hebben. U bejuicht dat toen ook allemaal toe en iedereen keek natuurlijk ook uit naar die inrichtingsnota. Nu, die timing is niet gehaald, maar ik neem aan dat het alsnog mogelijk is om toch zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen. Want ik denk dat dat toch de prioriteit is en dat dat iets is waar we allemaal voor of naar moeten uitkijken, dat er eindelijk duidelijkheid komt. En ik denk dat voor heel wat leden geldt in deze vergadering, hadden we allemaal een half jaar geleden, toen heel deze regelgeving is goedgekeurd, geweten dat het zo complex was, dat het rond zoveel bedrijven te doen was. Ja, ik denk dat men toen misschien wel eerder eens grondig had nagedacht of eerder alles had moeten analyseren om te kijken tot waar komen we nu. Nu, oké, gedane zaken nemen geen keer. Verschillende collega's vragen hier vandaag om toch meer duidelijkheid te brengen in zaken de timing. Wanneer mogen we die inrichtingsnota nu ontvangen? Nu, ook namens onze fractie willen wij uiteraard meer zicht op de timing die voor ligt.
Maar tegelijkertijd wil ik ook al vragen hoe het nu staat met onze omzendbrief die u ook heeft aangekondigd. Want het agentschap Natuur en Bos heeft via de provinciale afdelingen al tal van infovergaderingen georganiseerd voor de lokale besturen. En op de website van het agentschap Natuur en Bos kunt u zelf ook alle vragen die er op dit ogenblik leeft bij de lokale besturen, vindt u daar ook allemaal terug. Vooral het feit van, kijk, hoe gaat men nu om met die voortoets? Moet er al dan niet een passende beoordeling gevraagd worden? Kortom, ook daar leeft wat heel wat onzekerheid. Dus ik denk alleszins dat die omzendbrief, dat ook die er snel moet komen. Maar zeker en op de eerste plaats voor onze landbouwers meer duidelijkheid omtrent de juiste zoekzones en ook meer duidelijkheid rond de flankerende maatregelen en die inrichtingsnota's. En vandaar, mevrouw de minister, zou ik eigenlijk willen vragen of het toch niet mogelijk is dat de VLM nu eigenlijk al onmiddellijk werk maakt om meer duidelijkheid te scheppen in heel het dossier, om die zoekzones in te perken en zodoende om onmiddellijk eigenlijk al wat meer duidelijkheid en rechtszekerheid te geven aan alle landbouwbedrijven die er op dit ogenblik mee geconfronteerd worden. Maar kortom, eigenlijk aan iedereen, want we weten ook dat zelfs als men vandaag een briefcode groen heeft, dat men nog geen vrijblijvende garantie heeft voor de toekomst. Ik denk alleszins dat de VLM bij deze bij machte is om een en ander juist in kaart te brengen. En vandaar zou ik dan ook zeker willen vragen en erop willen aandringen dat daar dringend werk van wordt gemaakt. En uiteraard kijk ik ook naar het antwoord dat u zo dadelijk zal geven omtrent de verdere timing in het dossier. Dank u. Zijn er nog collega's die zich wensen aan te sluiten? Collega's, dan wil ik mezelf nog wel aansluiten bij de interpellatie in opvolging ook van het debat wat geweest is in begrotingsbespreking plenair. U heeft ook daar kunnen vaststellen dat ik ook heel duidelijk op een aantal elementen heb de vraag uitdrukkelijk gesteld om stappen voorwaarts te zetten in zaken het IHD-dossier. We hebben hier een hosting gehad die denk ik zeer boeiend was en waar een aantal pertinente knelpunten zeer duidelijk naar boven zijn gekomen. En waarbij voornamelijk ook de vraag en de roep naar snelheid, naar een aantal snelheid een aantal duidelijkheden te krijgen, dat zeker ook naar de toekomst voor de landbouwsector en ook voor een rechtszekerheid voor de sector, dat heel belangrijk is. Dus met andere woorden, die snelheid is daar aangehaald en ik was dan ook betreurd dat wij inderdaad net voor het reces niet tot de keuzes en beslissingen de regering zijn gekomen dan wat we gehoopt hadden. Nu, ik heb hier net wel ook vernomen dat eigenlijk inderdaad, en ook in het debat is dat naar voren gekomen, dat alle partijen aangeven dat zij bezorgd zijn over de situatie binnen de landbouwsector. En dat iedereen ook aangeeft dat zij naar een oplossing willen werken, zodat de landbouwers en landbouwbedrijven aan zich, maar ook de sector aan zich, een toekomst kan verder uitbouwen. Anderzijds ben ik wel bezorgd over een aantal andere uitspraken die daarnaast dan in dezelfde adem bijna gebeuren. En, minister, ik wil dan ook een aantal vragen stellen of dat u ook daar bevestiging rond kan geven. Eén, hier wordt de vraag gesteld, en ik heb dat ook ondertussen ten velde van collega's nog vernomen, dat wordt aangegeven dat zij uitkijken naar de inrichtingsnota die u zou moeten neerleggen. Nu, ik heb gezien op de agenda van de regering dat er iets stond geagendeerd. Ik ken niet de stukken wat er stond geagendeerd, maar mijn vraag bij deze is heel duidelijk of u uitsluitsel kan geven of dat de inrichtingsnota waarnaar collega's vragen, of dat u die al neergelegd heeft in de regering, ja dan nee. Met andere woorden, is er een voorstel van inrichtingsnota waarbij dat de oplossing wordt gegeven in eerste instantie, zoals ik het begrepen had, in de hoorzitting, dat er in eerste instantie gekeken wordt naar de rode bedrijven. Waarna ik nog altijd uitkijk ook naar een inrichtingsnota voor de oranje bedrijven. Want iedereen, en collega Peters heeft net ook aangehaald, het is niet zo dat enkel de rode bedrijven inderdaad in een benarde, penibele situatie zitten, maar zeker ook zij die in de oranje bedrijven zitten. Ook die bedrijven krijgen toch wel een serieuze claim opgelegd. Dus ook naar hen zal gekeken moeten worden op welke manier een flankerend beleid kan uitgebouwd worden. Een tweede vraag is nog ook, en dat heeft te maken met de snelheid waarmee ik daarnet begonnen ben.
Ik heb net ook collega's van Ornella, ja, we weten nog niet precies waar we staan. En het klopt inderdaad, ook in de hoorzitting is duidelijk aangegeven dat we eerst naar de zoekzoneverkleining moeten gaan. Dat een heel belangrijke impact ook heeft op de aantal getroffen bedrijven. Dat er 2 socio-economische impactstudies moeten gevraagd worden en dat die duidelijkheid moeten geven over de specifieke speciale beschermingszones. Ook dat is aangehaald in de hoorzitting. En denk ik een heel uitdrukkelijke vraag ook van ons wegen om dat duidelijk. En op die manier is denk ik ook de enige mogelijkheid om het gesprek inderdaad te gronden verder te kunnen voeren. Dat we weten ook wat is de socio-economische impact. Maar ik denk dat die elementen niet het excuus mogen zijn om andere beslissingen uit te stellen. Want rechtszekerheid en de toekomst voor die landbouwbedrijven aan zich is belangrijk dat die ook daar nu rechtszekerheid over krijgen. En soms wordt er dan verwezen naar de vergunningssituatie. En er wordt aangehaald van ja, maar bedrijven die hun vergunning vervalt niet dadelijk. Die vergunning die loopt nog 15, 20 jaar. Misschien sommige. Als er een bedrijf is inderdaad die vorig jaar de vergunning nog verkregen heeft, zal dat inderdaad zijn tot 2034. En heeft hij nog een vergunning voor 20 jaar. Maar je moet weten, mensen, en collega's weten dat ook. We hebben te maken met ondernemers. Een ondernemer die denkt niet op 20 jaar vooruit, ik blijf 20 jaar stilzitten. Een ondernemer die denkt dagelijks na van welke richting wil ik uitgaan met mijn bedrijf. Met andere woorden, die moet nu duidelijkheid en toekomstbeeld krijgen welke richting het zal uitgaan. Dus ik denk dat ook die snelheid hier nog eens onderstreept wordt. En mijn vraag ook of dat dan inderdaad daar ook rekening mee gehouden wordt. Dat met andere woorden, bedrijven die nu een code rood krijgen, ook al hebben die nog een vergunning van 10, 15 jaar, dat die nu ook wel in het debat betrokken worden welke toekomstplannen voor die bedrijven worden uitgebouwd en dat die niet moeten wachten op 15 jaar, 20 jaar totdat hun vergunning gedaan is. En eigenlijk dan een waardeloos bedrijf op dat moment overblijft, dat die eigenlijk ook nu in die inrichtingsnota, als die al neergelegd zou zijn, dat die ook nu de kans krijgen om daar een oplossing vooruit te werken. En een derde element is mijn vraag dat er op verschillende vlakken en verschillende hoeken mist gespuit wordt, alsof dat de cijfers en het aantal bedrijven, dat dat toch nog niet helemaal duidelijk is en dat er nog veranderingen in gaan zitten. Ik stel mij gewoon de vraag, ik denk dat het heel duidelijk is, de brief, en ik ben ook daar collega Lodewijk Sijsens in bijtreden, dat het belangrijk was dat mensen, als ze een beslissing nemen als overheid, dat dan ook belangrijk is dat de mensen en de bedrijven weten waar zij staan. Maar ik ga er dan ook vanuit dat die informatie correct is. En dat met andere woorden de bedrijven een heel duidelijk signaal gekregen hebben. Ook al weten we allemaal op welke cijfers dat die gebaseerd zijn en dat daar inderdaad nog marges op zitten. Maar ik stel mij gewoon de vraag, minister, is het de bedoeling om effectief alles voor elk bedrijf uitgecijferd te hebben wat de impact is, voordat er keuzes genomen worden, ook op budgetair vlak? Want ik denk dat het heel belangrijk is dat de sector in deze duidelijkheid krijgt en zekerheid krijgt dat, en dan gaat het nog niet over precieze middelen, maar dat er duidelijk de middelen en de flankerende middelen en de instrumenten die inzetbaar zijn, dat daar duidelijkheid in is om verder een toekomst te kunnen uitbouwen. Dus daar is mijn vraag, wordt daar gewacht op alle cijfers of kan daar nu reeds duidelijkheid in gegeven worden, zodat er een verdere toekomst ook voor de landbouwsector kan uitgebouwd worden? Als er geen collega's zijn die nog zich hierbij wensen aansluiten, wil ik ineens het woord doorgeven aan de minister. Graag aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Collega's, ook van mijn kant allerbeste wensen voor het nieuwe jaar op persoonlijk vlak. En ik hoop ook in 2015 ook, dat wij hier in de commissie aangename werkzaamheden zullen hebben die onze bevoegdheden die wij hier ook allemaal koesteren ook te goede komen. Nu, wat de interpellatie betreft, een aantal elementen zijn inderdaad tijdens de hoorzitting al aan bod gekomen, maar misschien toch een aantal dingen even herhalen. Dit is een dossier. Voor alle duidelijkheid wil ik dat toch nog eens heel uitdrukkelijk hier zeggen, dat niet zomaar uit de lucht komt vallen. Wanneer collega Centerben zegt, niemand wist van iets en plotseling komt dit nederdalen. Dit is een dossier dat eigenlijk teruggaat naar de jaren 90, toen inderdaad een aantal keuzes gemaakt zijn die dan ook in Vlaanderen geïmplementeerd geweest zijn. En waar wij de voorbije jaren hebben gezien en gehoord en ook de analyse gemaakt van de beslissingen die toen genomen zijn, die hebben een enorme impact op Vlaanderen, die toch wel heel klein is en die dan toch wel richting Europa op een bepaalde manier toen ook zijn aangemeld. En we moeten daar op een heel specifieke manier mee omgaan, omdat Vlaanderen niet zo groot is en wij allemaal heel dicht op elkaar bezig zijn met economische activiteiten en aan de andere kant ook natuurlijk ecologisch ook onze verantwoordelijkheid willen nemen. Dus
We wisten, we voelden dat dit een heel moeilijk evenwicht zou worden. En daarom dat 5 jaar geleden ook beslist is om met alle betrokken actoren een traject te doorlopen om te kijken hoe gaan we dat nu op de best mogelijke manier in Vlaanderen implementeren. Want we wisten dat dit een heel moeilijke, bijna onmogelijke opdracht was in Vlaanderen. De gevolgen van de beslissingen die in de jaren 90 genomen zijn. Goed, we zijn aan de slag gegaan, we hebben rond de tafel gezeten en er zijn inderdaad een aantal conclusies uitgekomen. Die conclusies waren van, we moeten daar een globaal kader uitwerken. Maar als we dat niet gaan doen, dan gaan we individueel alle bedrijven, en het gaat dus niet alleen over landbouwbedrijven, voor alle duidelijkheid. We zijn hier natuurlijk heel specifiek nu over landbouwbedrijven bezig, maar dit heeft ook een ruimer effect dan alleen maar de landbouwbedrijven. We gaan daar een globaal kader uitwerken, want anders, telkens als er iemand een nieuwe vergunning moet krijgen, als er een uitbreiding is, als er een individuele vraag is, zal er op dat moment een afweging gebeuren ad hoc, en zullen alle bedrijven individueel in verspreide slagorde in de problemen kunnen komen en dat moeten we vermijden. We hebben dat kader uitgewerkt. We zijn tot de beslissing gekomen in april 2014. Gevolg van die beslissing is dat we weten dat 21.000 landbouwbedrijven, dat zij eigenlijk geruststellend nieuws hebben gekregen. Van kijk, voor jullie is er geen probleem, jullie vergunning op lange termijn komt niet in het gedrang. Dan hebben we nog 2 andere categorieën. Dat zijn natuurlijk in de eerste plaats de bedrijven, de 135 bedrijven over gans Vlaanderen, 135 bedrijven die inderdaad bericht gekregen hebben dat voor hen de impact die zij hebben op die speciale beschermingszones, dat die groot zijn en dat we daar moeten kijken hoe we in de toekomst verder gaan. Wat nieuw is natuurlijk aan die analyse is dat vroeger bedrijven die gelegen waren in natuurgebied, ja, die wisten allemaal wel van ik heb hier een aantal beperkingen. Wat natuurlijk nu nieuw is aan die situatie is dat bedrijven die in de buurt gelegen zijn van die natuurgebieden, van die speciale beschermingszones, dat ook zij, ook al liggen zij in agrarisch gebied, ook al hebben zij een vergunning die nog een paar jaren loopt, die volledig in orde is, dat zij ook impact hebben op die natuurgebieden door de stikstofdepositie. Zij stoten stikstof uit, stikstof komt terecht in die natuurgebieden. Dat is nieuw, dat komt inderdaad heel confronterend aan. Maar daarom ook dat wij gekozen hebben voor een globale aanpak, dat we dus moeten zorgen dat er een kader is en dat we ook naar oplossingen kunnen zoeken. Toen hebben wij ook de keuze gemaakt, ook in overleg, dat nog eens herhalen, met alle actieve organisaties, landbouworganisaties in Vlaanderen, van wij gaan na die beslissing van april 2014, gaan we inderdaad nu al bericht geven aan de landbouwbedrijven. Dat is zo afgesproken, dat was ook op vraag van die organisaties. Ook de communicatie zelf, de inhoud van die brieven, is ook met die organisaties afgetoetst. Het is bekeken van hoe kunnen we dat op de meest omzichtige manier aanpakken. Maar ik weet, als je zo'n brief krijgt, dat dat een enorme impact heeft, dat je dat niet mag onderschatten en dat dat voor mensen een heel zware klap is. Dus niemand, denk ik, ook hier niet in de zaal, betwijfelt dat. En dat zijn drama's, dat zijn heel moeilijke communicaties die moeten gebeuren. En daarom ook dat er een engagement is, en dat is nog altijd, dat is volop bezig, dat ook die 135 bedrijven worden bezocht door mensen van de VLM, die eigenlijk een eerste toets doen, die een afweging doen, kijken welk bedrijf is dat, hoe lang loopt die vergunning nog, hoe zit het met die familiale situatie. Daar wordt dus een opleisting van gemaakt. En dan de tweede stap zal zijn om op maat van die bedrijven ook te kijken welke oplossingen kunnen we aanreiken naar de toekomst. Dus de keuze van die brieven, en ik heb inderdaad naar aanleiding van de hoorzitting gezegd, je kan misschien achteraf zeggen, misschien hadden we dat beter niet gedaan, maar op dat moment vond iedereen dat de beste manier om direct iedereen toch al inzicht te geven in de toekomst, maar het blijft natuurlijk ook nog een onzekere situatie. Aan de andere kant hadden we dat niet gedaan via die brieven, dan hadden wij alle mensen ook individueel op de hoogte moeten brengen. De vraag is, kan je dat dan ook op korte termijn doen? Maar ook daar ging je dan onzekerheid hebben. Dus dat is een keuze geweest. Ik denk dat we daar nu ook wel moeten blijven achterstaan. Die brieven zijn verzonden, maar nu komt het erop aan om inderdaad ook die nazorg en die verdere begeleiding ook goed uit te werken. De beslissing van 2014, collega Van Dalen, die houdt natuurlijk een aantal verplichtingen in. Die houdt in dat de Vlaamse regering toen ook beslist heeft om eerst met een implementatienota te komen. Dat is een keuze die de Vlaamse regering gemaakt heeft, waar uw partij ook toen mee die beslissing genomen heeft. Dus ik hoor nu een stukje pleiten, we moeten misschien eerst iets anders doen, voor we met die implementatienota of die inrichtingsnota komen. Die keuze is toen anders gemaakt en dat is ook iets wat wij dan ook uitvoeren.
hebben wij een aantal engagementen niet nagekomen, beloftes die zijn uitgesproken niet nagekomen? Nee, ik denk het niet. Die belofte is nagekomen in die zin dat ik heel uitdrukkelijk gezegd heb op de hoorzitting, die inrichtingsnota zal er zijn in december. Die was er, die is geagendeerd, is ook een publiek document, dat weet u allemaal, is 2 keer geagendeerd op de Vlaamse regering. 19 december, ook vorige week, nog in januari, de nota is trouwens ter beschikking, is een officieel openbaar document, dus collega's die twijfelen of dat er al of niet zo'n nota ter beschikking zou zijn, die is er en die kan door iedereen ook geraadpleegd worden. Wat staat er nu in die nota? Daar staan eigenlijk 2 luiken in. Het eerste luik is dat je een koffer hebt met verschillende instrumenten, allemaal keuzes waar een bedrijf kan uit kiezen. Daarnaast staat natuurlijk ook van, wat heeft dat voor impact budgetair? En ik heb hier zo'n beetje het gevoel, collega's, er is hier een beetje een discussie bezig, zoals kip en ei, wat moet er nu eerst komen? Ik hoor sommige collega's zeggen, ja, we moeten eerst heel uitdrukkelijk zicht hebben van wat gaat dat allemaal inhouden, hoeveel gaat dat kosten. Maar aan de andere kant hoor ik collega's ook pleiten voor maatwerk, op maat van een bedrijf. Maar je moet natuurlijk, voor je weet welk bedrijf, welke oplossing kunnen we daar op maat van dat bedrijf brengen, moet je natuurlijk eerst een instrumentenkoffer hebben, een flankerend beleid dat juist in die herstructurerings, die inrichtingsnota staat, daar staat die instrumentenkoffer. Je moet eerst die koffer hebben, die moet eerst goedgekeurd zijn door de Vlaamse regering, voor wij op maat van een bedrijf oplossingen kunnen zoeken. En pas als je met die bedrijven praat, kijkt van dit zijn uw mogelijkheden, dit is de instrumentenkoffer, dan pas kan je echt tot in detail een soort financiële afweging gaan maken. Dus je kan je wegsteken en zeggen we moeten eerst een duidelijker zicht hebben, maar je kan niet gaan praten, je kan niet aan de slag gaan met die bedrijven voor je die herstructureringsnota hebt en al die instrumenten. Dus collega's, de discussie van het moet eerst goed becijferd worden, we moeten eerst meer duidelijkheid hebben, is eigenlijk denk ik een beetje een excuus om te zeggen we gaan nog een beetje wachten. Dus daarom ook dat ik in december die herstructureringsnota geagendeerd heb op de Vlaamse regering, omdat ook ik ervan overtuigd ben dat we daar snel moeten mee doorgaan en dat we dat eerst in handen moeten hebben voor we meer duidelijkheid en zekerheid kunnen geven aan de bedrijven. De nota is er, die is inderdaad uitgesteld, niet op de lange baan, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat alle partijen die in de Vlaamse regering zitten ook een oplossing willen in dit dossier. Ik denk dat dat daarnet ook weer uitdrukkelijk duidelijk bevestigd is. Dus ik ga ervan uit dat wij op korte termijn die nota ook kunnen goedkeuren, omdat wij op basis daarvan ook het gesprek verder kunnen aangaan met de getroffen bedrijven. Er waren inderdaad nog een aantal discussies, ook nog een aantal technische zaken die men soms graag had uitgeklaard. Die lopen ook nu ondertussen. En nogmaals, het is niet de bedoeling om dat op lange termijn te schuiven, op de lange baan. Ik ga ervan uit dat op relatief korte termijn die nota terug naar de Vlaamse regering gaat. En de tussenkomsten van de collega's hier in de commissie, die doen mij dat zeker geloven en sterken mij in de overtuiging dat wij daar dus ook samen in die Vlaamse regering zullen werken aan een goed kader. Dus de timing, collega, ik hoop op korte termijn. We werken daar in ieder geval verder aan, samen met alle partijen in de Vlaamse regering. Zitten wij ondertussen stil? Gebeurt er ondertussen niks? Nee. Hè. Dus de VLM heeft het engagement aangegaan om die bedrijven te bezoeken. Zij doen dat ook. Zij hebben ook een vragenlijst die zij bij hebben met alle gegevens die zij nodig hebben. Dus ze gaan met de mensen praten. Dat kan natuurlijk ook niet allemaal in één keer gebeuren. Dat gebeurt in stukjes. Dat zijn mensen. Dat is mensenwerk. Dat vraagt ook veel tijd. Dat zijn emotionele gesprekken. En ik heb er ook al heel vele gevoerd. En ik heb daar ook alle begrip voor dat dat ook geen routine karwei is. Hè. Dat je die mensen van de VLM ook niet naar een bedrijf kan sturen, dat ze daar maar een uur een vragenlijstje afvinken en dat dat dan het resultaat is. Dat is het ook niet, dus dat vraagt ook wel heel veel tijdsinvestering en dat houdt ook in dat het inderdaad ook wel eventjes duurt voor al die bedrijven bezocht zijn. Het is ook zo dat ik het engagement dat ook genomen is in april in de Vlaamse regering, dat dit ook verder wordt onderlijnd door alle partijen in de Vlaamse regering, dat wij voor bedrijven ook oplossingen moeten zoeken. Hè. En dat is ook de weg die we verder zullen bewandelen. Maar er zijn natuurlijk nog vele andere stappen die we moeten zetten. Er zijn ook de zoekzones die we inderdaad moeten verkleinen, de socio-economische toets, de impact. U weet dat op dit moment de overleggroepen starten om ook de managementplannen, de zoekzones te verfijnen. Dit gaat nu van start. Wij hopen
dat ook dat concreet en vlot kan verlopen. Het is een complex dossier waar tal van verschillende sporen tegelijk lopen en je kan niet op 1, 2, 3 alles tegelijkertijd uitgewerkt hebben. Dit is ook niet alleen in Vlaanderen een dossier waarmee geworsteld wordt. Ik steek me daar niet achter weg, maar ik wil dat maar eens aanhalen dat bijvoorbeeld ook in Nederland men daar mee worstelt van hoe kunnen we daar meer duidelijkheid, meer rechtszekerheid geven. Maar het blijft natuurlijk een dossier dat ook verder loopt en ook heel veel aanpak op maat vraagt. Voor mij is het ook heel belangrijk dat bedrijven, wanneer je daarmee in gesprek gaat, dat er een soort keuzemogelijkheid is van die bedrijven. Dat je dus inderdaad een aanbod hebt van instrumenten waar beroep kan worden gedaan, maar dat je met bedrijven zelf zoekt naar die oplossingen. Dat je niet vanuit de overheid van bovenaf gaat zeggen, dit zal het nu worden en dit is het lot van je bedrijf. Dus ook dat is iets wat we ook verder goed moeten bewaken en bekijken. Er wordt vanuit de VLM, want een aantal collega's hebben dat hier ook gevraagd, wordt daar hard aan gewerkt, maar niet alleen vanuit de VLM. Er zijn tal van diensten, ook landbouw staat paraat, doet heel veel inspanningen. Er is ook het agentschap Natuur en Bos, dat ook de verschillende processen verder begeleidt en probeert tot een goed einde te brengen. Dat loopt nu op dit moment en ik hoop nogmaals, collega's, dat wij ook snel tot die verdere goedkeuring van die herstructureringsnota of het inrichtingsplan kunnen doorgaan. De collega's hebben ook gevraagd van hoe zit het met de oranje bedrijven. Dus het engagement van de Vlaamse regering was, laat ons in eerste instantie een herstructureringsnota maken voor die rode bedrijven. Uiteraard moet er ook zorg zijn voor die oranje bedrijven. En daar moeten wij ook een goed kader uitwerken om ervoor te zorgen dat ook zij weten van als ik een hervergunning of een uitbreiding van de vergunning moet hebben, wat zal de impact zijn en wat zal de passende beoordeling zijn. Ook daar wordt aangewerkt conform de beslissing die genomen is in de Vlaamse regering. Collega's, het is een moeilijk verhaal. Het is een verhaal wat nogal technisch is, wat natuurlijk heel concreet zware impact heeft op tal van landbouwbedrijven die eigenlijk al jaar in, jaar uit in een goed nabuurschap leven met speciale beschermingszones en nu plotseling te horen krijgen dat dit op termijn een probleem zou kunnen geven. Dit maakt het natuurlijk heel moeilijk, heel emotioneel, maar laat ons samen zoeken om daar de best mogelijke oplossingen aan te geven. Het is ook niet zo dat al die bedrijven, die 135, op termijn zeker zullen moeten verdwijnen. Er zijn ook tal van andere mogelijkheden. Een aantal van die bedrijven zullen een andere code krijgen wanneer die zoekzones verfijnd worden. Voor een aantal bedrijven die zullen kunnen verder boeren, maar misschien soms op een andere manier of mits implementatie van een aantal andere technieken. En dan denk ik het laatste redmiddel of het meest pijnlijke dat eventueel zou kunnen beslist worden, is inderdaad zeggen van als u wil verder doen, moet u misschien op zoek naar een andere locatie. Dat is natuurlijk het allerlaatste. Dat is iets dat we zoveel mogelijk moeten vermijden. Maar het spreekt voor zich dat afhankelijk van de keuze die een bedrijf op dat moment maakt, er ook een ander financieel plaatje is. Als een bedrijf kiest van ik ga hier een nieuwe stal bouwen die ook minder uitstoot van stikstof geeft, dan zal dit een kleinere investering vragen vanuit het flankerend beleid dan een volledige herlocalisatie van een bedrijf. En dat is natuurlijk de reden waarom wij op dit moment onmogelijk daar een specifiek financieel plaatje kunnen aan hangen. We kunnen daar natuurlijk naar een soort vork gaan en we weten ook wel ongeveer wat de cijfers zouden kunnen zijn, maar het is onmogelijk om nu op dit moment een gedetailleerd financieel plan naar voren te brengen als je natuurlijk niet weet welke instrumenten zijn er en wat betekent dit concreet voor de bedrijven. Dus collega's, dit dossier is zeker niet op de lange baan. We hebben ook woord gehouden. De inrichtingsnota is er ook. Die ligt ook op de tafel. En ik hoop dat wij daar inderdaad op korte termijn in de Vlaamse regering ook tot een goede beslissing kunnen komen zodanig dat wij op het terrein ook meer duidelijkheid en zekerheid kunnen geven aan de bedrijven. Collega Peters, de omzendbrief die is klaar. Die zal heel binnenkort verzonden worden, zodanig dat ook daar die verdere stap kan gezet worden. Collega Sint-Sebin.
Dank u, voorzitter. Misschien eerst naar een aantal collega's toe in volgorde. Meneer Santorum, de essentie is natuurlijk niet of een landbouworganisatie nu wel of niet nog deelneemt aan het overleg. De essentie is natuurlijk niet wat een of ander West-Vlaams provincieraadslid van de CD&V heeft geschreven. De essentie gaat over het al dan niet voorbestaan van landbouwbedrijven. Meneer Van Dalen, u zegt dat ik holder de bolder wil werken in dit dossier. Ik denk het niet. Zelfs de minister heeft aangegeven dat dit dossier, en ik heb dat ook niet gezegd, mevrouw de minister, dat dit dossier zomaar uit de lucht is komen vallen. U spreekt van de jaren 90. Men kan zich natuurlijk, maar dat is een ander debat, de vraag stellen of de beslissingen van de jaren 90 wel de juiste beslissingen waren. Maar dat is een totaal ander debat. Dus mij verwijten dat ik holder de bolder wil gaan, collega Van Daal, is helemaal niet correct. Trouwens, wat betreft holder de bolder en ook wat betreft de paniekzaaierij is er gekomen door het versturen van de brieven, collega Sijsens, en nergens, maar ook nergens heb ik gezegd, lees er de notulen op na, dat men die bedrijven niet moest inlichten of dat men die brieven niet moest versturen. Ik heb gezegd, de manier waarop die mensen werden ingelicht, dat verkeerd was. Dat was verkeerd. Ik heb nergens gezegd dat die brieven niet moesten verstuurd worden. Trouwens, de minister heeft nu zelf aan dat VLN die bedrijven, die 135 bedrijven, individueel gaat bezoeken en dat dat wel wat tijd kost om die mensen uit te leggen over wat het juist gaat, meer of een uurtje, omdat het een emotioneel gesprek is. En wel ja, dan kon men evengoed bij de eerste, in de plaats van de brieven te versturen, toen al de bedrijven individueel bezocht hebben en er tijd voor vrijgemaakt hebben. Collega Peters, u zegt dat ik er u verwijt mij dat ik zeg dat er politieke spelletjes worden gespeeld. Ja, natuurlijk. De minister heeft het zelf aan. Ik heb daar juist een klein voorbeeldje gezien. Ik ga niet zeggen woordenwisseling, maar ik heb toch een beetje ervaring in de politiek wanneer mevrouw de minister, de minister van Leefmilieu, rechtstreeks een parlement van een andere meerderheid, in caso collega Van Dalen aanspreekt, weet ik al direct waar de klepel hangt natuurlijk. We hebben straks een aantal andere vragen, een aantal andere dossiers, waar dat N-VA ook een andere mening op nahoudt. En dat zal straks blijken, collega Sijsens, bij andere vragen over bijvoorbeeld permanente graslanden. Nou weet ik al vlug hoe een en ander in elkaar zit. Dus kom mij niet verwijten dat ik zeg dat er politieke spelletjes worden gespeeld. Het enige wat ik vraag is duidelijkheid. Vandaar dat sommigen verwijten mij dat ik interpelleer. Ik denk dat het mijn taak is om dat te doen, zeker als oppositieparlementslid. Maar zeker naar aanleiding van de hoorzitting. Want ik hoor de teneur van de tussenkomst van sommige collega's is toch helemaal anders of bij een bomvolle zaal met landbouwers. De teneur is al iets genuanceerder. Terwijl in december, het was het begin december, dacht ik, de hoorzitting, iedereen stond bijna recht op de banken om te zeggen, en die landbouwers die hier achteraan zitten, die hebben gelijk, en die moeten wij helpen, en het moet allemaal zo snel gaan. En nu is het al iets pianissimo, zou ik zeggen, bij sommige collega's. En moet er maar straks een keer, of morgen, ik weet niet wanneer dat klaar is, het verslag, de notulen op nalezen en ze vergelijken met elkaar. Dus het enige wat ik vraag is duidelijkheid. U zegt, collega Peters, nog zoiets. Ja, bij het begin van het dossier, in april was het of zo, bij de goedkeuring, hebben wij niet echt goed de gevolgen ingeschat wat het zou teweeg. Ik zeg dat niet tegen u persoonlijk, ik zeg dat in het algemeen. Maar wat een voorbeeld van slecht bestuur. Wat een voorbeeld van slecht bestuur. Beslissingen nemen, waarvan dat je niet eens van weet wat dat de impact gaat zijn. En waar dat je maanden nadien naar een landbouwer via een brief in zijn bus gaat zeggen, hij zou waarschijnlijk moeten stoppen. Wat een slecht bestuur. Wat een voorbeeld van slecht bestuur. Dus het enige wat ik vraag, mevrouw de minister, en dan kom ik bij u terecht. Ik heb het al gezegd, ik heb nergens gezegd dat dat dossier uit de lucht is komen vallen. Nee? Maar ik wil wel een keer gerust het debat maar op een ander moment voeren over de beslissingen die genomen zijn in de jaren 90. Of dat wel de goede beslissingen waren. En natuurlijk, u hebt gelijk, hè? Het is Europees beleid. Het is voor een groot stuk Europees beleid. Maar stop alsjeblieft met die Europese paraplu open te trekken. Het zijn de lidstaten zelf. En je kunt natuurlijk zeggen, wij als klein landje of als kleine regio hebben niks te zeggen in het Europees kapitel. Ik vind dat eerlijk gezegd geen argument.
Wij moeten zorgen dat onze stem weer klinkt in Europa. En uw wegstoppen achter Europees beleid vind ik totaal verkeerd. Dus een globale aanpak, ik ben daarmee akkoord. Je kunt niet zo inderdaad holder de bolder van het ene bedrijf naar het andere lopen zonder dat je iets concreets hebt om aan die mensen voor te leiden. Inrichtingsnota. U zegt hier 4, zou ik zeggen. Ja, er was wel een beetje getelefoneerd met collega Romboots. Was er nu wel of niet een inrichtingsnota in december op de Vlaamse regering? U zegt ja, oké, okay, ja. Maar het gaat mij over het akkoord natuurlijk, niet over was er nu wel of niet in december. Wat is er beloofd in de hoorzitting? Wat is er beloofd in plenaire? Er is een oplossing beloofd aan de landbouwers. Er is niet beloofd aan de landbouwers, er zal een inrichtingsnota op de tafel van de Vlaamse regering liggen. Nee, er zal een akkoord zijn. Dat is er beloofd geweest en dat is er niet. Dan eigenlijk, tot slot, ja... Ik ga u niet verwijten, dat ga ik zeker niet doen. Ik wil daar niemand persoonlijk in viseren. Ik zeg nogmaals, voor mij is het duidelijk waar het probleem zich situeert in de Vlaamse regering. Dat verwondert mij trouwens niet. Maar u zegt, u belooft opnieuw vandaag, en dat zal ook zo gecommuniceerd worden door ik weet niet, ik zal het in ieder geval communiceren, nog een aantal andere mensen waarschijnlijk ook. Er komt op korte termijn een oplossing. Dat is een beetje hetzelfde zoals in december. Hè. Er komt in december... Een oplossing. Mijn vraag is dus, wat is voor u korte termijn? Wanneer mogen we een akkoord verwachten binnen de schoot van de Vlaamse regering? Wanneer, en dat zijn voor mij, en u zegt, ja, we kunnen niet op voorhand met cijfers gaan, we kunnen wel een vork bepalen wat de middelen betreft. Ik heb 3 sleutelwoorden in dit dossier. Dat is rechtszekerheid, flankerend beleid en middelen. Dat zijn de zaken die de landbouworganisaties vragen en die de landbouwers zelf ook vragen. Meer vragen ze niet. Ze werden in december met een belofte weggestuurd. Ze zijn hier hoopvol weggegaan. Ze hebben een hele slechte, kille kerstperiode gekend, inderdaad, collega Sijsens. U doet vandaag opnieuw een belofte. Ik wil weten wat u bedoelt met korte termijn. Wanneer komt er een akkoord binnen de schoot van de Vlaamse regering? Collega Sanctoorn. Ja, mevrouw de minister, hartelijk dank voor uw uitgebreid antwoord. Het eerste wat mij natuurlijk enorm opviel, en dat zal wel iedereen zijn opgevallen, dat is dat de hete aardappel in dit dossier zowat doorheen de hele coalitie werd doorgeschoven. Hè. Tijdens de tussenkomsten, dat was wel duidelijk. Inderdaad, Open VLD... zei van, ja, maar dat is eigenlijk onrechtstreeks, zei u van, dat is allemaal beslist voor onze tijd. We hebben daar eigenlijk niks mee te maken. U bevestigt het hier nu, maar dat is natuurlijk niet zo loyaal aan uw nieuwe coalitie. Dus hè, u hebt natuurlijk meer verantwoordelijkheid. Dat ik ook, ja. Enfin, goed. Dat gezegd zijnde, dat is natuurlijk niet de essentie van dit dossier. Wat mij het meest is opgevallen, mevrouw de minister, is uw stelling van, ja, maar er is een inrichtingsnota. Nu, 1, bij mij weten, een inrichtingsnota die niet is gepasseerd op de Vlaamse regering, ja, die heeft eigenlijk geen statuut. Hè. Wat is de waarde van die nota? Dat is geen beslist beleid. Dat is een document. Misschien een interessant document, maar dat is gewoon een document. Dat is geen beslist beleid. Alleen zal daar ongetwijfeld uw standpunt in staan. En dan, mevrouw de minister, om eerlijk te zijn, ik dacht niet dat ik... inrichtingsnota's die niet goedgekeurd zijn door de Vlaamse regering, dat ik die kan raadplegen op Doris 2. Ik heb het ook niet gecheckt, dus ik zal dat doen straks. Misschien is dat mogelijk, maar bij mij weten kun je alleen maar goedgekeurde documenten raadplegen in Doris 2. Maar u ontkent dat wel. Ik zal het straks checken met heel veel plezier. Maar doe ons dan ook het plezier, mevrouw de minister, en misschien niet alleen deze commissie, niet alleen dit parlement, maar ook daarbuiten, wat dat daar dan in staat. Ik denk dat er 2 heikele punten zijn. 1, de manier van aanpak. Hoe gaat u dat exact, hè? Wat is die omkadering? Hoe ziet dat er exact uit? En 2, heel belangrijk, het financiële kader. Hè? Ik denk dat is natuurlijk de grote angel. Waar komen die middelen vandaan? Kan daar vliefsteun voor gebruikt worden? Of zal dat zuiver binnen het budget voor natuurbeleid vallen? Ja, ik heb daar natuurlijk een duidelijke mening over. Als we het principe de vervuiler betaalt consequent hanteren,
ja, dan moet elke sector of elk beleidsdomein daar ook zijn verantwoordelijkheid in nemen. Dus voor mij is dat duidelijk. Maar ik zou graag willen weten, mevrouw de minister, wat uw standpunt is. Of dat daar iets van in staat in die inrichtingsnota. Met andere woorden, wat is de financiële omkadering vanuit uw voorstel? Meneer Van Dalen. Dank u, voorzitter. Ik heb heel veel gehoord, te veel af en toe. Tuurlijk, het Europees beleid dat hier genoemd wordt, collega Sintobin. Vlaanderen heeft uiteindelijk destijds, je kunt dat betwijfelen of dat een goede zaak was of niet, maar goed, Vlaanderen heeft inderdaad een aantal maatregelen voorgesteld op vraag van Europa en Europa heeft daarmee ingestemd. Maar ik denk dat we ook niet altijd die Europese paraplu moeten opentrekken. Ik denk dat het ook voor ons belangrijk is dat die biodiversiteit, dat dat behouden blijft. Hè. Dat is denk ik ook zonder Europa voor Vlaanderen belangrijk. En trouwens ook voor de landbouw belangrijk als we de rol van insecten en bijen enzovoort kennen wat bestuiving van gewassen betreft en de daarmee samenhangende opbrengst. Allee, het is één groot geheel en biodiversiteit denk ik is dus ook belangrijk, ook zonder dat Europa zich daarmee zou moeien. Om geen misverstanden te laten ontstaan, collega's, want ik hoor dat mijn woorden van daarnet op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Dus om geen misverstanden te laten ontstaan of bestaan. Wij zeggen natuurlijk niet dat alles stilgelegd moet worden tot alle details en alle cijfers, tot zeven cijfers na de commas, moeten bekend zijn. Dat zeggen wij natuurlijk niet. Ik heb alleen gezegd dat ik soms bang ben voor de vlucht vooruit in zo'n complex dossier. Zoals dat van IHD en PAS, een vlucht vooruit, waar nota bene collega Sintobin voor pleitte. Ik keek niet in de richting van de minister, maar ik keek in de richting van collega Sintobin. Ik denk dat het belangrijk is dat we concrete maatregelen kunnen nemen aan de hand van inderdaad concrete budgetten die gebaseerd zijn op correcte gegevens over wat er aan de hand is. En je moet dan ook de mensen correct kunnen informeren en ja, we weten, en dat heeft de minister dan uiteindelijk ook nog gezegd, dat die lijst van rode en oranje bedrijven, die zal bij benadering wel kloppen, maar die is niet waterdicht. En ja, het zal je toch ook maar overkomen als landbouwer. Als je vandaag rood bent en morgen niet meer, ja, dan ben je collega Seyssens eigenlijk ten onrechte met kerstmis van de kaart geweest. Ik bedoel, correcte informatie, collega Sintobin, is zeer belangrijk, ook voor alle betrokkenen. En daarom pleiten wij inderdaad om dat huiswerk verder te zetten. En dat is bezig, dat heeft de minister net ook gezegd en daar hangt een timing aan vast. Wij zeggen niet dat er ondertussen niets meer moet gebeuren. Wat de minister zei, en dat is ook overeengekomen, een globaal kader. Ik denk dat daar ook makkelijk overeenstemming over zal komen. Maar dan is het een kwestie van maatwerk om dat in te vullen. Dus er moet voortgewerkt worden. Ik denk dat dat gebeurt. En we moeten, denk ik, en de natuurdoelen halen en de getroffen landbouwers op een efficiënte manier, op een degelijke manier helpen. En een blanco cheque vragen, zoals sommigen doen, dat is niet meer van deze tijd, collega Sintobin. Is ook niet correct tegenover de belastingbetaler, want dat komt uiteindelijk uit middelen van de belastingbetaler. En dat is uiteindelijk ook niet wat de getroffen landbouwers zelf vragen. Hè. Ik kom zelf uit een landbouwstreek, ik ken heel wat landbouwers, er staan er heel wat bij mij op de stoep. U zult het niet geloven, maar het is wel zo. Ik weet dat u daar een ander idee over hebt, maar u zou ze niet te eten willen geven. Dus ik denk dat de meeste van die mensen zeker gezond verstand genoeg hebben en gezond boerenverstand genoeg hebben om zelf ook te beseffen dat het hier om een complex dossier gaat en dat zij zelf ook geen blanco cheque vragen zoals sommigen dat wel doen. Dank u wel. Dank u wel, collega Van Dalen. Ik kan u enkel de suggestie doen om misschien de collega's binnen te laten dan als ze op de stoep staan. Goed, natuurlijk ook, voorzitter. Eerst staan ze op de stoep, dan bellen ze aan. En dan vervolgens komen ze binnen en geef ik ze een kopje koffie of een theetje. Of meestal willen ze dat niet en vragen ze een cognac of zo. Ik sta op de stoep in de landbouw zelf, maar Van Dalen, dat lukt niet. Nee, u moet daar niet mee inzitten. Daar wordt voor collega Seyssens, aan u graag het woord. Dank u wel, voorzitter. Nu nog heel even naar collega Sintobin. Ik ga hier ophouden met het debat te voeren op welke manier dat men best slecht nieuws brengt. Ik denk dat er geen goede manier is om slecht nieuws te brengen. Was de VLM begonnen met het nieuws te brengen? Ik kan u meegeven
dat er heel veel tijd wordt uitgetrokken voor die bedrijven te bezoeken. Dat trekt in een dag uit per bedrijf. Ja, maar nu luister een keer naar wat ik zeg tegen u. Ik heb daarnet ook naar u geluisterd. Moest men begonnen zijn en per dag het bedrijf het slechte nieuws brengen, dan zouden er vandaag nog altijd bedrijven met een daver op het lijf zitten in totale onwetendheid. Dus ik denk, er is inderdaad geen goede manier om slecht nieuws te brengen, maar het moet alleszins gebracht worden. Verder, mevrouw de minister, wil ik hier eigenlijk niet vervallen in politieke spelletjes. Ik denk dat dat vrij ongepast is. Ik begrijp heel duidelijk dat er een inrichtingsnota is. Ik meen ook begrepen te hebben dat er in die inrichtingsnota geen zaken zijn die eigenlijk indruisen met de bevindingen vanuit onze hoorzitting rond de IAD en PAS. Ik kan me wel indenken dat er om het een of de andere reden nog niet meteen beslist wordt en dat dan een keer uitgesteld wordt. Maar lang mag dat natuurlijk niet duren, want anders gaan we hier wel vragen stellen waarom dat niet goedgekeurd wordt. Ik denk dat uw werk ter zake gedaan is en dat er nu nagels met koppen moeten geslaan worden. En als er iemand is die ondertussen van gedacht is veranderd en wil terugkomen op de dure woorden die uitgesproken zijn tijdens de hoorzitting, dan zegt die persoon dat best hardop hier in deze commissie. Peters. Ja, dankjewel mevrouw de voorzitter. Voor zover als nodig wil ik eerst enkele collega's nog het geheugen doen opfrissen en even laten weten dat wij in de vorige legislatuur in de oppositie zaten. Maar dat maar voor zover als nodig. Wij zitten nu met onze fractie in de meerderheid en daar zullen wij zeker altijd een loyale houding in aannemen. Voor zover dat niet duidelijk zou zijn. Nu een loyale houding, maar zeker ook een consequente houding. En dan wil ik toch, en dat hebben een aantal collega's hier al een paar keren naar verwezen, naar de hoorzitting die inderdaad in december heeft plaatsgevonden. Een hoorzitting waar inderdaad iedereen een pleidooi hield voor de landbouwsector. Nu, ik zeg opnieuw, wij als fractie zijn consequent in onze standpunten en wij blijven vandaag nog altijd een pleidooi houden voor die landbouwsector. Die landbouwbedrijven die vandaag die negatieve berichtgeving gekregen hebben, dat zijn voor ons economische activiteiten, dat zijn economische bedrijven die zorgen voor de werkstelling en die moeten rechtszekerheid krijgen. En dat is wat voor ons betreft heel belangrijk. En als u nu maar gaat verwijzen naar de negatieve berichtgeving in de pers, naar Natuurpunt, die nu ook straks komt te vertellen, we moeten een snelle, kordate uitvoering van heel het PAS-verhaal, dan zeg ik eerst rechtszekerheid aan die landbouwbedrijven. En dat is iets wat we consequent moeten doorvoeren. Nu, mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord. We hebben inderdaad gezien dat de inrichtingsnota in december en op de eerste regering van januari al op de agenda staat. Nu, omdat het inderdaad een complex gegeven is, lijkt het mij ook niet meer als logisch dat daar nog een en ander over gezegd moet worden. En ik hoop dan ook, samen met de andere partners, dat we zo snel mogelijk inderdaad tot een goede oplossing kunnen komen. En opnieuw, dat ten behoeve van die landbouwsector. En ik denk dat we zo snel mogelijk werk moeten maken van die socio-economische gebiedsanalyse, want dat is voor ons toch allemaal heel belangrijk. Dank u. Heer Caron. Ik heb gewoon een praktische vraag. Ik heb van belangstelling trouwens het debat gevolgd. Maar als het dan toch een publiek document is, mevrouw de minister, kunnen wij een kopietje krijgen? Misschien kunnen de diensten gewoon een kopie trekken. We hebben als leden van de oppositie iets minder snel toegang tot documenten, zoals u weet. Minister, zijn er nog collega's die wensen tussen komen? Is het niet zo dat dat via een code aan de agenda van de Vlaamse regering hangt, dat document? We gaan daarna kijken op welke manier dat het document ter beschikking gesteld kan worden. Ja, en de minister zal er ook op antwoorden. Als er geen collega's niet meer daar willen tussenkomen, wil ik ook de minister van harte danken voor haar antwoord. Collega Sittepen, ik wil nog wel meegeven. Ik heb niet de telefoon nodig om vragen doorgesteld te krijgen. In die zin zelfs, en als u het verslag erop naleest van de plenaire zitting van de begrotingsbespreking, weet u, en ik wil het voor u ook citeren, dat ik daar al gesteld heb van kijk, u weet dat er een nota op tafel ligt. En ik kijk niet enkel naar u, minister, zoals sommigen wel naar u kijken. Namelijk, de collega's weten ook dat de nota op tafel ligt en het is ook aan anderen om misschien de stap en de sprong te wagen. Dus dat heb ik op dat moment reeds meegegeven. En ik wilde enkel deze vraag nog eens opnieuw hier stellen, omdat ik daar ten velde en zowel hoor en ook nog lees dat er collega's nog altijd wachtende zijn op een inlichtingsnota die voorgelegd zou worden. Dus vandaar enkel dat ik de verduidelijking heel duidelijk stelde. Nu, minister, ik ben u ook dankbaar voor uw duidelijk antwoord wel. Dat inderdaad, als we cijfers willen hebben, dat
dat een gegeven is dat door de tijd heen waarschijnlijk nog een stukje zal variëren. Want afhankelijk van welke keuze dat bedrijven inderdaad maken, ook welke keuze dat de overheid nog gaat maken. Stel bijvoorbeeld in de discussie rond de VEPAS, die ook dringend verder ingang moet vinden, dan zal daar inderdaad nog variatie op zijn. Maar om dat aan te grijpen, om dan te stellen dat er mogelijk een blanco cheque wordt gevraagd en daardoor te zeggen van kijk, dus gaan we alle beslissingen maar op lange baan schuiven, want we weten nog niet in detail op welke cijfers dat het gaat, dat zou ook verkeerd zijn. En dus vandaar ben ik zeer tevreden dat u wel stelt dat er een vork en de instrumenten die noodzakelijk zijn en dat er de keuzevrijheid... Ik heb niet gezegd, voorzitter, en u valt nu uit uw rol. Ik heb niet gezegd dat alles op de lange baan moet geschoven worden. Ik heb gezegd dat het niet op de lange baan moest geschoven worden, maar dat we geen blanco cheque zouden tekenen. Collega Van Dalen, ik heb net aangehaald dat er soms wordt aangehaald dat er concrete cijfers nodig zijn voordat er keuzes gemaakt worden, dat er ook inderdaad gesproken wordt over blanco cheques en dergelijke meer, en dat ik enkel aangeef dat dat niet... mag aangegrepen worden om alle keuzes uit te stellen en dat ik van de minister begrepen heb dat een vork en het instrumenten neerleggen, dat daar wel degelijk een beslissing in genomen kan worden en dat een belangrijke keuze of een belangrijke stap is, dat heel belangrijk is dat dat effectief niet op de lange baan geschoven wordt. En als u het met mij eens bent dat niet op de lange baan geschoven hebt, denk ik dat wij op dezelfde golflengte zitten, collega Van Dalen. Maar ik mag dat hier ook zo stellen. Laatste element, minister, wilde ik nog een bezorgdheid meegeven en ook de vraaginstelling in hoeverre dat daar communicatie over is, is bedrijven die aan de grens liggen. En dat staat wel een stukje neer op het Europese verhaal. Bedrijven die op de grens liggen, die worden ook soms geïmpacteerd door keuzes of beschermingszones op Nederlands grondgebied. Ik stel mij gewoon de vraag of dat op dat vlak ook nog verder overleg, of dat u daar in overleg bent met de Nederlandse en ik veronderstel mogelijk ook aan de Franse grens, dat daar ook overleg internationaal is of op Europees vlak. Minister, graag aan u het woord. Ja, collega's, misschien eerst en vooral. De beslissing van april 2014. Hebben wij toen iets beslist dat we niet wisten wat de impact was? Nee. Hè. Ik heb dat net ook geschetst. We hebben 5 jaar lang met alle betrokken actoren, met onderzoekers, met alle overheidsdiensten, hebben wij rond de tafel gezeten en we wisten heel goed wat de impact was. Er is ook een impactanalyse gebeurd, mevrouw Peters. Dus ik denk dat op dat moment iedereen ook wel goed wist dat dit een moeilijke, lastige beslissing was en wat de consequenties waren. Het is ook zo dat in het regeerakkoord dat ook nog eens alles hernomen is van de beslissing van april 2014. Dus ik denk dat alle partijen die nu mee in de regering zitten ook verder op dat spoor willen gaan en ook zorgen dat dit tot een goed einde komt. Het is ook niet zo dat er, denk ik, holder de bolder wordt gewerkt. In die zin dat in april er een aantal timings zijn afgesproken. En toen is ook gezegd, die herstructureringsnota, die moet er in december zijn. Dus daar hebben wij ons op gebaseerd. En dat is ook de reden waarom die er in december was. Is die nota nu raadpleegbaar, ja of nee? Het is zo dat als zo'n nota geagendeerd is op de Vlaamse regering, dat dat onder de openbaarheid van bestuur valt. En die dus voor iedereen ter beschikking is als die... wil geraadpleegd worden. En ik kan die, als die vraag komt, ook gerust ter beschikking stellen. Collega's, wat staat er in die nota? U zal dat ook kunnen zien. In die nota staat eigenlijk een instrumentenkoffer. Ik heb dat daarnet ook al gezegd. Die instrumentenkoffer is conform, denk ik, de meeste instrumenten die ook voor Sigma ter beschikking zijn gesteld. Het gaat over reconversie, het gaat over verplaatsing, beëindiging, grondenbanken, uitgestelde... beëindiging, kooplicht, maar ook investeringen die op een bedrijf kunnen gebeuren. Dus het is niet allemaal een eindigend verhaal. Het is een ruime instrumentenkoffer. Voor mij en voor ons is het ook essentieel dat bedrijven, ik heb het net ook gezegd, de keuze hebben, dat je daarmee in gesprek gaat, dat er een soort vrijwilligheid is, dat we niet vanuit de overheid gaan zeggen, dit is de piste die jij zeker moet bewandelen, dat we samen zoeken welke keuze kan jij als bedrijf maken. En dat is ook... een essentieel onderdeel van de nota. Hoe is die nota opgebouwd? Al die verschillende instrumenten. En hebben wij met al die verschillende instrumenten bekeken, als iedereen voor die piste kiest of voor die piste, wat houdt dat in als vork budgetair? Ook dat staat mee in de nota. Dat is een heel breed vork, zoals ik daarnet ook heb gezegd. Wat eigenlijk neerkomt dat als iedereen de duurste oplossing kiest, dat het om een 108 miljoen euro gaat, dat ter beschikking zou moeten worden gesteld. Waar komen die middelen vandaan? Ook dat hangt af van welk instrument dat is. Als iemand een investering wil doen extra in een bedrijf,
dan zijn dit middelen die inderdaad uit vliefsteun kunnen komen. Gaat het over een aantal andere instrumenten, dan zijn dat zaken die ook uit bijkomende extra middelen moeten komen om inderdaad ook niet de verdere investeringen die op het terrein moeten gebeuren niet in het gedrang te brengen. Dus ook daar, die keuzes moeten dus ook in die herstructureringsnota gemaakt worden. Maar dat is de stand van zaken, collega's. Als collega Sente bij mij exact vraagt van wanneer zal het op de Vlaamse regering komen, ik heb daar net ook gezegd, het is ook bevestigd door de collega's, de coalitiepartners, die ook allemaal een oplossing willen voor alle duidelijkheid, heb ik daarnet ook heel uitdrukkelijk gezegd. Ik ga daar geen exacte timing op plannen, maar op dit moment is het dus verder overleg om nog een aantal technische zaken uit te klaren. En ik hoop dat dit op korte termijn kan, maar ik ga mij niet laten vastzetten op een timing. Maar ik heb hier van iedereen gehoord dat het een bezorgdheid is om dat niet op de lange baan te schuiven. Dus ik ga ervan uit dat dit op relatief korte termijn ook kan verder geagendeerd worden op de Vlaamse regering. Over de grens, sorry. Collega, dat gebeurt dus. Hè. Er wordt overleg gepleegd, ook met de instanties over de grens, om te kijken hoe berekenen we die stikstofdepositie en hoe gaan we daarmee om. Ik was deze morgen nog in Hammond-Achel om een bedrijf te bezoeken dat ook een rode brief gekregen heeft, dat eigenlijk vlak bij de grens ook ligt. En ook daar was dat de problematiek trouwens. Oké, collega's. Collega Sintobin. Ja, voorzitter. Toch nog kort een aantal opmerkingen. Wat betreft de timing, toch wel eigenaardig dat we vandaag, als er geen landbouwers in de zaal zitten, geen termijn kunnen opgeven, terwijl in december of tijdens de hoorzitting wel kan verwezen worden naar eind december. Als er nu al dan niet een inrichtingsnota lag op de tafel van de Vlaamse regering in december, interesseert mij zelfs niet. Het gaat over het akkoord. En ik citeer uit het verslag van de hoorzitting. Dus u stelt, daarom hebben we een totaalpakket goedgekeurd waarmee we zo snel mogelijk rechtszekerheid willen geven. Aan de andere kant hebben we ook duidelijke afspraken gemaakt over een flankerend beleid. En dan, dus de inrichtingsnota staat vrijdag op de agenda van de Vlaamse regering. We moeten dat hier niet bevestigen, we wisten dat al, dat dat op de agenda kwam van de Vlaamse regering. Maar dan stelt u, ik hoop dan ook, dat alle partijen een goed flankerend beleid willen en dat er vrijdag, dus in december, een goede beslissing kan genomen worden over de inrichtingsnota en het flankerend beleid, waar dan ook de nodige middelen tegenover moeten staan. Dat akkoord is er dus niet. Daarover gaat de ganse kwestie natuurlijk. En uit de reacties van de collega's, en de toch wel, ik had juist gezegd, er is geen woordenwisseling geweest, het is zo, maar er is dan toch uiteindelijk een beetje woordenwisseling. Het is voor iedereen duidelijk natuurlijk. Het is natuurlijk voor iedereen duidelijk bij welke partij de knoop zich bevindt natuurlijk. En ik vraag alleen, als je in december in de hoorzitting en als je bij je bedrijfsbezoeken kunt zeggen, we gaan zorgen voor een oplossing, moet je nu ook de moed hebben en het lef hebben om te zeggen, we gaan tegen en het interesseert me niet, is dat in augustus of is dat in december? Daar gaat het mij niet over. Maar geeft de mensen toch een richting aan, heeft de mensen toch enige hoop aan en zeg niet zomaar, ja, we weten het niet. Op relatief korte termijn. We zitten allemaal, of toch de meeste onder ons, al een tijdje in de politiek en we weten allemaal wat dat betekent. Relatief korte termijn. Ik veronderstel dat u al overleg gepleegd hebt met een aantal andere actoren. U moet toch enig zicht hebben wanneer die inrichtingsnota terug op de agenda komt van de Vlaamse regering en wanneer u als bevoegd minister verwacht dat er een akkoord zal komen. En u zegt, het gaat alleen over enkele technische kwesties. Wel, als het alleen over enkele technische kwesties gaat, dan gaat de beslissing en het akkoord vlot bereikt worden. Maar ik heb de indruk dat het overal wat meer gaat dan enkele technische kwesties. Dus geef dan tenminste een richting aan. Voor het reces, is het na het reces, na Pasen, na Kerstmis. Ik weet ook wel dat je, maar je moet er, je moet niet, je moet zo niet, de mensen vragen dat niet. Nogmaals, ik weet nog niet als dat rechtstreeks wordt opgenomen, maar ik zal zorgen dat die beelden van vandaag ook verspreid worden. Dan gaan de mensen zien op welke andere manier er gesproken wordt als ze wel of niet aanwezig zijn. Dus ik vraag je geen exacte datum. Maar we kunnen toch op zijn minst een en uw antwoord trouwens ook niet op mijn vragen van mijn interpellatie. Bij wie of bij wat? Waar liggen de knelpunten? En bij wie ligt de fout dat er geen akkoord is? Ja, het is duidelijk natuurlijk. Maar ik bedoel,
Ja, het is duidelijk, maar de minister zelf antwoordt niet op mijn vragen. En dat is de ganse politieke kwestie. En daarover gaat het. Wat zegt u? Wel, dan kan ik even goed naar huis gaan. Ik denk, collega Sijsens, moest ik vandaag die vraag niet gesteld hebben, of die interpellatie niet gedaan hebben, van niemand anders zou ze gekomen zijn. Dus ik speel, of misschien, maar in de andere richting dan, van collega Caron. Maar ik bedoel maar, je kunt de mensen, en dat is juist de aanleiding, collega Van Dalen, u kunt wel zeggen, je neemt de vlucht vooruit. Nee, ik neem niet de vlucht vooruit, ik neem hetgeen de minister en de Vlaamse regering beloofd heeft. Dat is mijn eikpunt. En daarover gaat het. Als je begin december zegt tegen de landbouwers, getroffen landbouwers, eind december komt dat op de tafel van de Vlaamse regering en gaat er een akkoord zijn. En je komt in januari terug en zegt, ja, ik weet het eigenlijk nog niet wanneer dat gaat gebeuren en wanneer dat er een akkoord gaat zijn. En blijkt vandaag dat er helemaal geen eensgezindheid is in dit dossier. Dat is mijn argument om vandaag hier die interpellatie te houden. Niet meer, maar ook niet minder. Collega Zittewin, het is normaal zo dat wat betreft de regeling van de tussenkomsten het enkel u nog bent die mag reageren na de tweede ronde. Ik ga bij deze dan ook... Ja, ik ga dus bij deze dan ook de interpellatiebehandeling moeten als behandeld aanschouwen.